Echt jongens, als je ziet... Verticale beelden, voor wat? Ja, het zijn maar tijdens. Voor dit? Ja, dat wij de tafel eruit halen, erin doen, dan dat moeten wij verticale beelden opzetten. Gaat dat een video worden? Op Boneblazers? Zegt u dat nou? Ik vind het vooral heel bijzonder dat jullie ook met dit busje niet dachten uit de voeten kunnen komen. Hallo? Waarvoor heb ik een verhuiswagen hier? Ja, en de auto. Back it up! Heb je ook geen moeite bij met je dates? Dus kom maar. Mag ik weten waarom we zo'n tinnig grote bus hebben? Een picknicktafel. Nee, maar dat is toch overdreven? Dat was niet kleiner. Okay. En we houden van groter. Oh. Oh. Oké, ja? Ja. Veel? Ja. De picknicktafel. Oh, ja, waren de behang nog? Nee, dat gaan we nu even hier naar kijken. Dan gaan we hier naar kijken. Heel goed. Oké, we gaan het even vrijmaken. Jij bent ook dominant hoor. We hadden het over B&B voor liefde. Dat iemand dat had gezegd. Vindt, het is een dominant type, vond ik niet. Maar het is net ietje wel. Oh nee. Wat is dat? Oh, het is zwaar. Zo, die zit erin. Belly, we zien je zo on the office. Waar ben je? Waar ben je? Oh, hi. Maar dan weet je waar ik heen moet. Nog steeds beelden schieten. Er gaat een mooi filmpje uitkomen hier, hè? De collega's van Going Places hebben de picknicktafel weer mooi erbij gepakt. Wat wordt dat een dolle pret zo in de middag. Ik moet zo hard plassen. Nou. Je kan gewoon je zwans eruit Nou, niet hier. Hoor. Ik zou het wel gewoon ergens doen met groen. Ja. Je knots, je vleesknots. Weet je trouwens? Oh, nee. Ja, dat kun je wel zeggen, toch? Jawel. We gingen naar Amsterdamse zomervrijdag. Hoe was het? Ja, vet leuk. Toen zaten we met z'n drieën, Sanne, Nadie en ik, zo naast elkaar, allemaal te plassen. Oh, wat voor een vergeten. Nee! Heb je een tissue? Ik zeg, ja, ik heb toch tissue in mijn tas. En ik was ongesteld. Dus ik dacht van, jij tissue. Toen stonden we altijd naast elkaar zo. En toen was het... Dus ik heb daar ergens in Amsterdam midden in zo'n tuintje met tampon gewoon neergeplukt. Nee! Oh, dit is heftig. Oh, ken je nagaan? Dan gaat een kat vinden en die brengt het naar huis als treasure. Want die denkt, ik weet niet wat het is, maar het is al dood. En ik doe net of ik het heb gedaan. Dood. Ja. Het is een whole lot of blood up in her. Oh, voel je dat tering? Ben je het weer aan het opfokken? Sorry. Ik ben in de prullenbak. Nee, hij moet gewoon op. Hoe zwart wil jij die broodjes hebben, mijn lieve echtgenoot? Dat zeg maar. Twing! Fucking goed geluk het eitje. Wie heeft gedaan, Matthijs? Kijk. Wow. Sorry. Bro. Goed of niet? Verkeerde beroep gekozen, man. Moet je kijken hoe die eieren maakt. Oh, ja toch. Hij is goed met eitjes. Jouw ei was ook goed, toch? Net zei hij, perfect. Daar zo zei hij. Ja. Perfect. Mm-hmm. Nou. Wat zei je? Dat zijn net daar zo. Jouw eitje is perfect. Want ik wilde weer meer. Ik wilde echt hard gekookt. Ik wilde weer iets anders. Ik heb daar zo. En meen je dit? Ik heb 7,5 minuut. Heb ik met een lepel één ei heb ik er apart zitten houden. Ben je serieus? Dat zijn hard gekookt eieren. Oh, wat leuk! Geen maar je kan ook gewoon marken met een stift, toch? Hebben we die. Ja, wat jij doet vind ik ook leuk. Maar... Ja. Hoi! Maar daardoor had ik wel een hele lekkere lunch. Dat was me net. Cremmetjes van Res, cremmetjes, aardige tubes, die moet hij iedere dag voor het slapen gaan. Dus 's avonds smeren, want die onderkant van zijn voeten lijkt wel een muur, casco, opgeleverd. Toch, als je zo'n nieuwbouwhuis, dat je denkt, oh, dit moet nog behangen en gestuukt. Zo zien zijn voeten eruit, gewoon on-off. Ik zag het ook vandaag bij mij, een mailtje. Het is niet heel erg, maar laat maar kijken hoor. Zie je? Heerlijk. Ik heb ook een beetje kleurverschil. Dat moet je eigenlijk gewoon bijhouden, maar pff, nu het weer warmer weer wordt, komen die voeten natuurlijk weer langzamer uit de sokken. Dan denk je echt, oh ja, die hebben ook wat liefde nodig. Over liefde gesproken, we hadden een kijkersvraag naar aanleiding van al die liefde in de vorige video. Je sprak zo over je kinderen dat je je rijk voelt als je met ze kan zijn. Maar voel je nooit schuldig dat je veel weg bent? Ik heb het soms wel dat ik eigenlijk een carrière switch wil doen, maar dan ben ik druk met een opleiding, leren en werk en minder tijd voor mijn kindje. Hoe ga jij ermee om? Schuldig dat ik veel weg ben. Ik ben misschien meer weg van huis dan jij. Het is met wie het vergelijkt. Nee, ik werk niet parttime. Klopt, ik heb een drukke job. Ik vind mijn carrière ook belangrijk. Dat ook... Ja, met meer uren invloed dan misschien de gemiddelde moeder. Dat
weet ik eigenlijk niet. Ik vergelijk namelijk nooit, want daar word je nooit echt heel blij van. Maar wat ik ervan vind, dat ik veel weg ben. Ik kan me daar wel schuldig over voelen. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat het bij mij in fases is. Ik ben niet 12 maanden, 52 weken van het jaar 60 uur, 80 uur aan het buffelen. Dat gaat in momenten. Dus met zo'n aanloop, met zo, bijvoorbeeld het schrijven. Naast natuurlijk alle campagnes die ik dan draai en de film die eraan komt. Dan kan ik nu denken, oh, nu is het even een heel drukke periode. Maar dan heb ik straks die film gedraaid naar de zomervakantie. En dan begin ik langzaam te toeren met mijn voorstelling. Dat zijn er 3 voorstellingen in de week. Dat vind ik altijd wel lekker. Dat is goed. Dat zijn 3 avonden in de week. En dan 2 dagen daarvan ben ik dan ook op kantoor. Iedere woensdag of om de woensdag doen Res en ik natuurlijk even onze papa of mama dag. En om de vrijdag probeer ik dat dan ook te doen met 1 van de kinderen, zodat ik een beetje quality time heb. Dus ik moet zeggen, en we hebben het weekend, tenzij ik speel. Maar dan heb ik wel de hele ochtend nog met die kinderen en dan rijd ik pas om 1 uur of 2 weg. Dus dan heb ik nog samen lekker eten en lunch. Ik heb gewoon een heel ander ritme en regelmaat in mijn werktijden. Waardoor ik ook het gevoel heb dat ik heel erg vrij ben. En dus makkelijker met mijn kinderen iets kan doen dan als je van 9 tot 6 op kantoor zit. En je kan niet weg. Ik ben eigen baas. Ja, dat is ook een luxe positie. En tegelijkertijd ook een valkuil, want het werk stopt nooit. Maar ik heb ook de vrijheid om te zeggen, nou, ik was vorige week heel druk en weinig de kinderen gezien. Deze week pak ik even een momentje. Ik vind die vrijheid ook heel veel waard. En gelukkig hoef ik me daardoor dus niet schuld te voelen, want ik kan reguleren dat het in balans blijft. Voor mijn eigen gevoel. Want wat ik veel tijd met mijn kinderen spenderen vind, kan een ander te weinig vinden of juist weer overdreven veel. Dus dat is ook persoonlijk. Maar het gaat nu heel lang over mij. En jij zei van, ik kan me wel eens daarover druk maken in mijn hoofd, omdat dan wil ik een carrière switch maken. Kijk, je moet niet vergeten, je kinderen zijn maar 1 keer een bepaalde leeftijd. Dat klopt. Maar jij leeft ook maar 1 keer dit leven. Dus als jij zegt, ik wil deze periode niet missen, want jonge kids of wat dan ook, wat een reden kan zijn, je kan ook over 2 jaar die opleiding gaan doen. En dat je nu nog even geniet van hoe je leven nu ingedeeld is qua tijd. Of je zegt, hey, ik ben ook maar 1 keer fit en jong en helder bij geest om dit nu aan te gaan, dit avontuur. Let's go, want je bent naast mama ook nog gewoon partner, zus, kind, beste vriendin, collega en een eigen individu. En al die rollen die je hebt in dit leven als vrouw, in dit geval ook als mama, ja, die moeten allemaal wel contento zijn met wat ze eruit halen uit het leven. Dus ja, jij moet voor jezelf opmaken wat vind je belangrijk en wanneer en wanneer geef je dat prioriteit. Ja, dat denk ik hoor. Ik kan ook wachten tot je kindje naar school gaat. Nou, dan zit je weer anders in je tijd. Misschien is dat een oplossing. Of je wacht tot hij gaat puberen en dan willen ze sowieso minder met je omgaan. Nou, ga je dan die opleiding doen. Gewoon een beetje kijken, een beetje aanvoelen. Met jezelf in gesprek gaan. Ik ben heel nieuwsgierig wel. Welke opleiding ga je doen? Welke carrière switch is het? Misschien denk je ook te veel na. Dat deed ik ook. Kon ik heel erg in mijn hoofd zitten van, oh, maar nee, maar als ik dan dit doe, dan, oh my god, dan vinden mensen dat straks van mij. Dan dacht ik, nee, weet je, laat maar. Dan gaan we niet comedian worden en eindstand, spontaan kwam er een filmpje, spontaan kwam het. Maar wie weet wat er gebeurd had als ik op mijn 21 had gezegd, ik ga wel naar een filmacademie of ik ga wel, weet je, dus het is niet te laat om iets te doen. Maar je leeft als het goed is maar 1 keer. Reïncarnatiegevallen even uitgesloten of niet meegenomen, want ik ben voor mijn gevoel voor het eerst hier op moeder aarde. Ik weet niet of het echt zo werkt. Dus grijp je moment. Mm-hmm. En mocht je wel meerdere levens hebben, jij weet helemaal niet hoe je volgend leven terugkomt. Misschien ben je wel een mestkever. Ja? Die maken geen carrière. Die maken strontbalen. Ja? Dan lopen ze de hele dag mee in de weer. De hele tijd voor zich uitduwen. Nee, wil je ook niet. Dus je moet je momentum pakken. Ja. In dit leven dus. Iemand is poepie doen. Wil je misschien een toilet? Zo'n wc-brilletje, zo'n verkleinertje. Een verkleinertje.
een klein brilletje om op de wc te zitten, wil je dat? Ja. Ben je al aan het poepen? Is het al uit je billen of is het nog voor de helft? Of? Uit de billen. Oké, dus je hebt nu niet zoveel zin om nu te gaan. Nee. Maar als je moet poepen, wil je dan zeggen, dan gaan we met de kleine wc'tje, oké? Mag ik nog een klein wc'tje? Nu al, toch? Ja. Oké, let's go. Maar hij loopt alweer. Hij heeft al die billen van, ik zit al een beetje los in mijn billen. Het is al, het raakt mijn huid aan. Je broer heeft een mini poepje gedaan in de wc. Dat is, ja, best goed. Een groot snoepje. Een groot snoepje. Ja, maar je hebt, kijk, je ging poepen in je luier. Ik zei nog, als je poept in je luier, dan kan je geen snoepje krijgen. Wel daarna, als je een keertje, voordat je moet poepen en je zegt, mam, ik voel poep uit mijn billen. Ga maar zitten, ja. Wow. Kijk, kindjes worden wild. Ze is gevallen op de kin, hè? Kijk hier, rood plekje. Ze viel op haar billen. Oh, dan wat is er met jouw kin? Misschien hoor, is ook. Kijk, ook hier kin. Ja, want het doet ook druk. Kinpijn. Kinpijn? Ja, ze hebben ook kinpijn. Kijk hier. Kijk hier. Misschien moet je rustiger doen. Ja, want ze denken dat ze groot is. Ze denken, je denkt dat je groot bent en dat je alles wel helemaal begrijpt en zo. En jullie kindjes denken dat. Okay, ik maak even gebruik van de situatie en ik ga plassen. Ja. Oh. Zit op billen. Zit op de billen. Zit op de billen. Zit op de billen. Kijk, ik zit bij jou. Oké, dat kan. Dat is gezellig. Dat is leuk. Dat was van korte duur ook. Deze twee kinderen zijn zo wild met z'n tweetjes. Zit op de billen. Zit op de billen. Zit op de billen. Het valt wel mee. Ja, echt, het valt wel mee. Ik zit gewoon... Klaar, hè? En dan is het weer voorbij, de rust. Je gaat met Bia naar de speeltuin? Nee. Nee? Volgens mij wel, dat heb ik er net horen zeggen. Dus ik denk dat ik gelijk heb. Met de auto. Zit op je billen, kom. Nee, ik wil niet. Want je valt van de bank af soms. En dan denk je, in een kukkoeje bom en een bam en een... Nee, is gevaarlijk. Harley. Zitten op je billen. Zien jullie dit? Zien jullie het kleine meisje? Een gevaarlijk meisje, een gevaarlijk meisje, een gevaarlijk meisje zijn, een gevaarlijk meisje zijn. Nee, ik zit rust, even rust. En dan zingen we. Deze vuist op deze vuist. Nu jij. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. En zo blijf jij zitten op je billen. Oh jee, oh jee, oh jee. Grappig maakt ze. Ze zeiden dat meisjes rustiger zouden zijn. Rustiger en kalmer en rustiger en zitten en knutselen in een hoekje. Maar niks is waar daarvan. Je laat het maar gewoon toe, maar eigenlijk denk je echt... Ja, 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 ja. Het is ook wel heel schattig. Nee, ik zei niet schattig. Ik zei... Je moet luisteren. Kijk, dit vond ik altijd heel leuk als kind. Een kinderpaard, een kinderpaard, een kinderpaard. Dat zo. Een meisjespaard, een meisjespaard, een meisjespaard. Dat zo. Een jongenspaard, een jongenspaard, een jongenspaard. Dat zo. Een wildpaard, een wildpaard, een wildpaard. Dat zo. Combinatie gapt in de weg. Remix, gapt in de weg. Gapt in de weg. Dat vinden ze weer leuk. Hoe drukker, hoe leuker. Gapt in de weg. Gapt in de weg. Gat in de weg. Gat in de weg. Oeh. Oh, even uitrusten. Oh. Niet uitrusten. Ah. Ja, dat is wat je bent als ouder. Je bent een soort van levend apparaat in de speeltuin. Je bent glijbaan, klimrek. Oh, je wilde een kusje geven aan mama. Ja, dat ga ik wel. Oh. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Oh. Oh, ja. En jij ook? Mijn kusje geven dan? Kusje? I love you. I love you, schatje. Ga maar weer op de grond. Huppatee. Daar komt ze. We hebben ringlight. Nou, eigenlijk gewoon een houder. Want het is helemaal al kapot gegaan. Het is heel veel gebruikt in mijn leven al. Twee items heb ik besteld. Die ik in elkaar ga zetten en ik ga het filmen voor de gram. Ik denk, kan grappig zijn, hoeft niet. Misschien is het gewoon alleen inspirerend voor mensen die niet, net als ik, super eens zijn met een schroefdraaier in ons hand. En dan toch is het iets, ja,
gemaakt. Toch was het gelukt, toch was een accomplishment. Heeft zich voltrokken. Misschien is dat al voldoende. Dus ik ga het gewoon lekker vastleggen. Ja. Er is iemand ook nu bezig in mijn huis. Het stuk werk wat, zeg maar, lekte. Het is bijna klaar. Oh my god. Dan kunnen we eindelijk daarachter douchen. Tenminste, ik kon gewoon boven douchen. Maar dan kan ik dit logeerkamer in orde maken, oké. Toen kwam ik erachter dat ik opbergmandjes nodig had voor dat ding wat ik aan het maken ben voor Harley de kamer. Dus kan je de video niet leuk maken? En vinden we die kaartjes handig? Ik kan er wel wat in doen, maar ik probeer altijd dit. Chill stikken vind ik wel weer leuk. Daarom moet je niet kopen, jongens. Je moet het kopen omdat het is iets wat je nodig hebt. Al werkt 9 van de 10 keer shoppen niet zo. Je koopt altijd wat je al had. Maar het was versleten in je hoofd. En daarom had je een nieuwe daarvan nodig. Ik vind deze dan wel weer leuk. En deze voelt ook stevig aan. Dat je dit zo pakt. En dan zo, oh, cutie dingetjes. Toch? Is ook leuk van kleur. Of is het een piskleur? Nee, de zon is ook die kleur. Het is ook geen één grote bal met urine. Ik vind deze ook niet stom hoor. Oh, er zit meer in. Oh, dit is een ongoing. Oh, dat is leuk. Heb je meerdere maatjes en kost het maar €14,99 voor de hele set. Ik vind dat netjes hoor. Ik vind dat netjes. Alsnog heet ik Nienke Plas en ik ga ook nog even naar de Action. Even kijken wat daar is. En de blokker. Zo ben ik. Ik weeg alle opties af. Jawel. Je had helemaal niks nodig voor die keuken. Je kookt helemaal niet linker. Loop weg uit het pad. Deze vind ik dan weer minder toegankelijk voor een kindje of zo om te pakken. Snap je die al uit een handvatje? Ja, nee. Deze voel ik gewoon even niet. Deze zijn wel weer geinig. Het liefst heb je gewoon hout. Of gebonden bamboe, weet ik veel. Dat oogt lekker earthy. Toch? We leven in een plastic wereld. Don't hate it. Ik heb er 2 om mijn borstspier laten plaatsen. Still happy about that. Maar besides that vind ik dat er veel van is in de wereld. Het Valhalla voor de opberg. Natuurlijk Action. Maar dan moet ik zeggen dat ik 2 toppers heb gevonden. Nee, de Zeeman. Zeeman, heb een paar parels. Als je goed kijkt op die stellage daaronder, jongen. Je wordt er zo blij van. Plus deze kleuren vind ik wat extreem voor een meisjeskamer. Nu heb ik zacht groen. That's just what I love. Ik heb de content geschoten. Ik wilde meer video's opnemen, maar ik kwam terug van die boodschappen. Dus het hele huis vol. Henna, Ellie, oma en Brianna, die was net terug van sport, want ze was afgelost door Henna. En toen dacht ik echt, oeh, dit wordt lastig. Dus heb ik daar het een en ander nog opgenomen. En ja, mooie dingetjes staat in de kamer. Haar reactie was echt goud. Oh my god. Dat wordt een heel leuk video. Want het ging om haar kamer. Daar heb ik iets voor opgenomen, ja. Dan doe ik later maar, als zij op bed liggen, nog wat anders opnemen. Je moet ook, weet je, even een momentje. Tenen friebelij. Lekker samen kijken. Wat kijken we, Bos Baby? Bos Baby. Vind je die leuk? Ja. Jij ook? Ja. Baby. Ja, dit is superleuk, baby. Ja. Bos Baby. Jullie moeten niet doen wat die baby doet. Die baby doet het brutaal en zo. En... Die baby wat? Ja, die is te veel te bazig. Waar komen baby's eigenlijk vandaan? Precies. Dit is een bijzonder... Hé? Hè? Ik ga stuk. In de babyfabriek. Was het maar zo'n feest voor onze VJJ's? Nee, helaas. Maar waar ga je heen met je gekke haar? Hey, elastiek om je enkel. We gaan naar boven naar bed, toch? Oma is naar huis. Ja. We gaan morgen daar gezellig weer even langs. Je gaat de verkeerde kant op. Het is daar. Daar is je kamer. Harley, ik zie dat je on the move bent. Waar ga je helemaal heen? Zo stout uit. Harlietje, kom je? Ja. We gaan naar... kom. We gaan naar boven. Kom maar mee. Gaan we naar boven? Nou, laatste zonnestralen. Blokken wij middels 2 raambekledingen. Ik ben altijd heel erg anti, maar met deze hete dagen don't hate him. Zeker niet. Gaan we morgen naar oma? Gaan we daar logeren? Het is alleen meiden. Girls only. Jij bent een girl.
met mij. Al gaan we nog niet fully nagellak, gezichtsmasker, geloof me, ik wil dat wel al doen met jou, maar je bent nog te klein. Lekker, I love you. No, dank je. Mooi dromen. Oh my god, ik kan niet met jou. Echt. Ja. Het is geen wedstrijd welk kind het schattigst is, maar we weten allemaal wie er wint. Frankie is al de tweede nacht logeren bij Maeve. Wil je even kijken wat hij tegen je zegt? Mama, ik zit nu hier. Hallo mama. In Vinkerveen. En het is heel lekker. Kijk hier zo. Lekker en hier gaat het goed wel. Mees zit hier. Ja, we zijn nog aan het chillen. En hier mee in Spanje. Ja, en tot de volgende keer. Zie je, denk ik. Ik weet niet. Morgen. Zaterdag zo. Precies, dat ja, is zaterdag. Doei. Doei, love you. Kan je mij uit de stoel trekken? 1, 2. Trek mij. Hop, wat is sterk van jou. Nou, ben je er klaar voor? Ga ik je goed vasthouden? Kijk, zo met de 1, 2. Wee! Ik ben toch ook een lekker kind. Och, dit is ook echt een levensgenieter hoor. Kijk hem. Oh jongens. Oké, dit lampje kan uit. Ik heb hier een extra lampje, dus gewoon niet nodig. Maar I just love some extra lightning. Ik hou van jou. You love me ook? Oké. Okay. Mooie dromen en tot morgen. Nog een baby aan. Een baby? Nee, puppy. Wat is het? Wat bedoel je? Een puppy. Een puppy? Aha. Ja, dat zou kunnen. Ik moet wel zeggen, het is heel vroeg hoor. De puppy slapen veel, dus... Ja? Ik denk zelfs dat Lulu het vroeg vond. Ja, dat je vroeg wakker was. En dat Lulu ook wel eigenlijk misschien nog wel liever het willen slapen. Maar ja, wij kunnen straks gewoon lekker op de bank zitten, toch? Ja, even film kijken. Juf Braaksel. Kijk, juf Braaksel. Het is een beetje een gemene juf, hè? Ja. Stoute mevrouw. Ja. Ga jij maar kijken. Ga ik even heel erg zo de film ervaren. Weet jij nog, dit doet me denken toen jij zo klein was. Ja, dat is... Ik heb die foto nog. Ja. Lekker, hè? Ja, er zit nog wel wat aan. Nee, maar. Yummy. Het peetkind probeert ook die grip te houden op die pit, maar dat is lastig. Ja, Bia zit achter jou. Lekker hè? Zizi zit helemaal onder de mango. Wat zit je te roepen? Mama. Ja, nee, je kan... Mama. Oh, zo roep je me. Valt wel op. Mama. Je kan ook zeggen mama. Mama. Ja, beter. Ze geniet hoor. Mama. Jij oefent nog steeds hoe je me het beste aan kan spreken. Ik zeg er goed bij. Lekker zweet. Lekker heet. Nee, eten. Geen briesje, niks. Nou, we zullen een ten vleugje pakken. Oh, de hamkaas. Ja. Ik had neppe ringelings gehaald. Ik had mezelf genept, natuurlijk. Ja. Maar het mooie is, waarschijnlijk is het allebei net zo slecht. waarschijnlijk is het allebei net zo slecht. Dan kan je beter die echte slechte halen. Ik zag laatst een filmpje over... Nee, Pringles. Dat wou ik ook niet zien eigenlijk. Maar mensen maken je gek, hè? Nou. Maar die artiesten kunnen ook mensen zijn die tegen die dingen zijn. Nee, maar de dingen die erin staan. Wij staan niet bij stil wat die dingen zijn. Ze gaan uitzoeken wat die dingen zijn. En dat is ook dat. Maar wij staan niet bij stil. Al die E-nummers. Wij denken, oh, dan blijft het langer goed en zo. Ja, we doen ook al gewoon een... Maar dat zeg ik. Dus we nemen het tot ons. Maar wat moet je nou eens nemen? Nou, eigenlijk, dat zei iemand laatst ook. Je kan gewoon... Wie zei dat nou? Oh, ik reed laatst in de taxi. Eigenlijk hoef je niet verder dan de groente en de fruit. Hoef je niet verder de supermarkt in. Maar de groente en de fruit op mijn poten. Ja, oké, maar dat is het minst slechte in de supermarkt.
Wat? Die pesticides? Nee, het minst slechte. Het is slechter dan een iets wat al geprept is en al in kant en klaar. En je weet wel, knor, kip, hoe heet het nou? Aardappel anders. Dat soort dingen. Dat zei die taxichauffeur, je kan beter gewoon alleen groente en fruit kopen en dat allemaal zelf maken dan al van die geprepte dingen. Ik wil niet vergeten het zijn hoor, maar jouw kind hè? Kijk. Ja, ze zit te loeren hè? Ik vind dit een leuk ding. Kan ik bij jou erop? Dit lijkt dus een attractie. Je bent vrij hè vandaag? Ik ga stukken. Ze kwam net ook al hier, Sweaty Betty, op mij. En nu komt ze bij jou. Je mag wel. Ze komt. Oh god. Ben je weer bij mij? Ja. Oh, hoi. Gezellig hoor. Je denkt dat de plek is nog ook? Bij mij. Hallo. Eeuw, hè? Zit daar in de hand, Rihanna. Eeuw, we zien een dode vis daar. Hij is heel groot, besef, hè? Niet meer nu, hij ligt al een tijdje daar. We zijn in Dubio. We kunnen nu een ijsje halen. Mijn schoonmoeder heeft ook salto gemaakt. En die heeft ook magnums in de vriezer. Nee, maar eigenlijk wil jij het allerliefst. Pistache ijs eten. Ze heeft het in haar hoofd. Terwijl deze kinderen zijn kapot moe van de hitte. Ik wil pistache en mango. Oké, we volgen je. Ja. Dat handje ook van haar. Ja. Zo van, I'm not bothered. Jij denkt ook, geef me pistache. Wat doe je nou? Oh, dat is, god, ze neemt veel ervan. Van iemand die het wilde. Ja, je bent toch van nieuw je. Ik was nog lekker thuis. Heb je eigen ijs? Wow. Niemand eet het zomaar, oké. Misschien was ze die lepel. We zijn er helemaal stil van. Ja, super lekker. Heel lekker. Je bent ook een beetje gewoon rozig van zo'n hete dag. Ja. Och, je eet eindelijk iets. 4 happen van die gele bezie en dit gaat wild weer. Ja, ik weet het niet. Je smeert het uit nu. Oh jee, laat je oma niet zien. Wat doe je nou? Je bent stout vandaag. Een beetje wel. Oh, je moet niet doen lachen, je moet niet aanmoedigen. Nee, niet goed. Nee, niet goed. Je lacht het, nee, kan niet. Nee? Ja, eet maar gewoon. Mokko? Exciting hands, exciting hands. Wil je moeder niet een slokje slabbertje om doen? Ja, ja echt. Oh, mag ik pakken, man? Oh, niet gebeurd. Moet ik helpen? Yes! Oh, ze kan nu nee schudden. Nee. En nu boze blik. Nee. Niet boos, is hij boos? Boos. Sienna. Kijk, nee. Boos. Oh, god, ze weet het. Ik word gefilmd. Laat me schattig doen. Doe boos. Boos. Juist! Wow! Je hebt ook een boze visie en die handen zo, alsof ze een of andere directeur is. Zo van, ja, oké, hoe gaan we dit oplossen? Even uit hoor, voor het geluid. Straks gaat hij weer aan, want het is kapot heet. En ik heb die meid uit de campingbedje gehaald. Ik heb helemaal zo'n barricade gemaakt. Het campingbedje is nu een soort van randje. Kussen ze er tegenaan gelegd. Ze lag al lekker te slapen, maar ik dacht, ik wil zo graag lekker samen met haar slapen. Dat heb ik eigenlijk nog nooit met haar gedaan. Ja, in een ziekenhuisbed. Minder gezellig. Ga je samen met mama slapen? Ze denkt dat de jongens, waarom is het licht aan en die ventilator uit? Wat is jouw in hand? Gaan we slapen. Trek je benen op. Ik lig ook onder een dekbed. Hoeft helemaal niet. Het is diepe schot. Oh. Ze denkt ook, hi, kom. Je hebt gelijk. We gaan lekker naar bed. Girls' day was great. Zeg danke. Zeg danke. Je deed het echt 2 keer. Zeg danke. Danke. Het is niet anders. Een oma die naar beneden komt met een... Mijn god, al die geluiden. Het doet oma nou, hè? Nali lacht boven. Ah, komt, hoor. Hey, oma. Snuitende oma. Zeg danke. Danke. Ja, je zei het echt heel goed 2 keer. Zei je. Ja, ze zei het. Kom binnen. Hi. Hi. Danke. Ze geeft weer de blik hoor. Ja, ze heeft geen zin erin in het. Maar wat is dit? Happy. Zeg goedemorgen, oma.
Ali, zeg goeiemorgen, nee, oma. Nee, ze gaat het echt niet doen. Nee, ze is nu klaar mee. Zeg jij eens danken. Ja, en nu nadoen. Danken. Kom op, je op te staan. Ze deed met haar ogen. Telt op. Afstand van de prinses. Is nu wat hoor. Het is een prinsessenverjaardag, man. Het is een hoop, zuurstof gehoorzaam. Ja, is echt wel. Jawel, echt. Dus ik heb jou dat precies alleen in je haar. En wat vind jij? Ja, ze is hartstikke leuk. Ze heeft ook een hele mooie hoge stem. Echt een prinsessenstem heeft ze. Ik ga een stuk die dagu. Ik denk ook, laat mij erop lopen. Die moet altijd op die kleedjes liggen. Nou, denkt u zo, deze niet van mij. Het is mijn kleed, het is mijn kleed. Wat niemand van ze achterkomt, dat neemt velen eigenlijk. Toverkunde. Want anders zijn we rechts, die ga je misschien vinden. Gever en schommel. Sippy? Ja. Nee, nog steeds niet goed? Ik zou heel blij zijn. Oh, Son, je wil Son. Ja, nee, die is even achter de wolken vandaag. Oh, kind ontsnapt. Ja, of vind jij wel die zeker? Je hebt Pokéball gekozen? Pokémon. Oké, okay. Weet je ook al welke wang, zei je? Nee. Welke denk je? Dat? Nou, goede wang. Nou, wij hebben zo een heel ding dierenhoofd. Oh, Jace en de verte, ja. Rachel die hebben een huis met allemaal dieren en zelfs een raaf heeft ze. Even de paardjes aaien. Novi denkt dat het paard zwanger is. Wie is zwanger? De baby paard in de buik. Oh, omdat het een bolle is. Ja, het zijn, zo zijn Shetlanders gebouwd. Die zijn wat, robuust. Ik moet kijken maar bukken van nou. Even levelen met hem. Ja, kom er maar af. Goed zo. Mijn dochter kijkt ook echt van dit is the ride of my life. Ze zitten vandaag, zoals Jennifer zegt, niet lekker in. Ze is een beetje het miepen. Daar gaat ze al. Een paard aan. Een paard, ja. Ze lijkt erop zo groot te zien. Kom er maar af. Kom er maar af, schat. Kom maar. Je kan het. Je kan het zelf. Goed zo. Oh, je broer Hans komt wel even een setje geven. Helder nou. Precies. Ik kan het niet aan. Je goed zo, Harley. Dit de hele tijd. Kijk maar even naar de prinsessentekening. Kijk even. Donderop denkt ze met die tekening. Op de springen, op de... Nee, het is het effe. Ze is volle maan, hè? Wilde maken laatst. Vette effects ook. Wou jij het laatst ook maken? Ging mis? Volgens mij heb ik het nog op de foto, dus is ook leuk. Oh, dat laat zien. Het is wel spot on hoor, ja. Ik wil zeggen, deze is beter goed. Ietsjes. Maar ja, die vrouw doet ook voor de beroep, hè? En je moeder redt leven, mooi, zo is het ook. Dit is me veel mooier. Ja, dat is verder ontken ik ook niet. De jarige Job, niet te missen. Lekker, lekkere lolly. Precies, hij matcht helemaal bij de rest. Oh god, je hebt zelfs glitters in je scheiding. Wauw, detail. Mijn zoon heeft gekozen voor een slang. Ja, natuurlijk. Iets uit het dierenrijk. Zit normaal nooit zo stil bij mij. Dus ik vind het heel knap. Nou, daar zijn ze. Ja, Jace kan natuurlijk allemaal dingen omdat hij op... turnen! Omdat de taart op is. Het is op. Het is klaar. Oh! Wow. Gekke inschatting, gekke inschatting. Ja! Lekker! Even aan de kant, ja. Ja, jij bent nu. En... lekker! Novi! Laat je slang zien! Kom eraan! Kijk. Slang hoor, heb je op. Waar gaat hij nou weer naartoe? Oh, hij gaat even naar het huisje. In zijn huisje. Wil jij wat drinken misschien na al dat verzoetige gebeuren? Smink was van korte duur, want het zwembad is open gegaan. Ga maar op je billen zitten. Ik kom je. Ik help je. Ja, doe maar op je billen zitten. Je billen. Heel goed. Heel goed. En hoppatee. Ja hoor, daar is hij. Oh ja. Dochter van me, waar ben je nou? Hallo. Oh ja. Gekke meid. Waar ga je heen nou? Met verhuizen. Het heeft gewoon wielen, hè? Ik weet niet waarom je hem tilt. Oh ja, laat Ode maar even voordoen. Dat gaat heel goed. Samen doen. Oh, goed zo, boys. Oh, nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. Ook niet. Nee. Kom maar, we gaan deze kant weer op. Wie gaat duwen? Doe maar even. Een Novi? Nee, ik heb 9. Oké, okay. Even voelen. Ga maar even zitten dan. Ja, je vindt het ook heel mooi. Alles is geweldig in deze verjaardag, ik snap het. Lulu gaat lekker op de kwam.
Oh, dat is wel lief. Hij deelt. Nou, ga er maar bij. Je hebt nu iets anders, hè? Want je was ging zwemmen en toen heb je een haai Oh, en nu ook een... Je zet die vrouw wel aan het werk, Schmink. Mag ik niet? Ondertussen probeert mijn dochter daar in het luchtkasteel. Ah, oh, is toch moeilijk. De afstand is best wel... Ja, ze denkt af. Even het ook. Oh, kom maar. Nee, valt wel mee. Het is oké. Okay. Kom maar hier, schat. Ha, hier is mama. Ja, het valt wel mee. Dat is liefde. Soms gaat het hard. Oh, jongetje, doe maar, wil je zachtjes doen met de... Doe maar zachtjes. Goed zo. Oh, god. Toen saai je meteen erbij. Goed hoor. Je helpt er. Is er zo eentje die hoeft geen hulp? Zo eentje is het. Zo, schriftje en pen klaargelegd. Vorige week gebeld met mijn regisseuse. En die zei, leg een pen en een schriftje klaar. Zodat je iedere ochtend eventjes twee pagina's kan volkladderen. Om je schrijfproces aan te jagen. Thanks voor alle comments. Kapot veel. Ik ga ook leuke ideeën. Eigenlijk waren ze allemaal leuk, maar... Dus ik ga wel heel veel bewaren ook voor show nummer 4. Want it was a little bit too much. Maar om zeg maar... die creativiteit te laten vloeien. Zei ze, schrijf gewoon 2 pagina's vol. Mag eens gaan over je droom die je gehad hebt. Waar je 's ochtends mee zit van wat zal ik aandoen. Of al schrijf je op, weet ik veel, alle kleuren van de regenboog. En welk gevoel het je geeft. Het maakt niet uit. Schrijf het erop. Leg het ook weg. Je hoeft er ook niet meer in te kijken. Maar puur om bepaalde prikkels aan te wakkeren. Dus dat gaan we doen. Ja, echt hoor. Je lacht. Waarom lach je? Je hebt binnen zee ook gehad. Wat zijn er? Je hebt binnen zee ook gehad hoor. Nee, dat heeft Jessica gezegd. Oh, okay. Oh, zie je daar? Oh, dan is het wel goed. Ja, nee, die vrouw weet het ook. Nee, maar jij hebt vaak dat je berichten leest of iets anders. En denkt, nou, de rest die moeten we voor de hand doen. Nee, ik hou wel van... tips en tricks van andere mensen overnemen, dat geef ik toe. Of dan lees ik het, doe ik er uiteindelijk niks mee. Nee. Dit is van iemand die hartstikke goed weet wat ze zegt hoor. Dus, wat een heerlijk weekend heb ik gehad. Echt, het was druk, het was veel, het was ook een beetje ontspannen. Gisteren in slaap gevallen in de tuin, toch nog even. Misschien heb ik daar ook een kleine... Je ziet het nu goed, maar vond ik wel een klein beetje verbrand. Terwijl ik het echt factor 50 op mijn pissie gezet. We zitten net een hele spannende film te... Nee! Stuart, nee. Alsjeblieft. Je zegt het kost met minst moeite om het eraf te gooien, maar dit kost minder moeite. Gewoon leggen, rustig. Alsjeblieft. Je moet gewoon niet zoveel dingen op mijn bed hebben. Ik denk dat het geen kussen niet zijn. Het is voor niemand weg. Oké, maar jij vindt het ook fijn om een extra kussentje in je nek te hebben als je bijvoorbeeld... Ja, minimaal. Maar waarom gooi je er gewoon mee? En als je hem ziet, hè, heeft hij bepaalde dingen waar hij heel zuinig op is. Als ik daar één... Als ik alleen op een keer naar kijk. Nou, jouw rugtas. Zogenaamd knakt het leer helemaal in, soms. Dat heb je al gedaan. Je hebt de hele rugtas al verpest. Oh, ik? Dus de nieuwe komen. Ben je serieus? Nee, alsjeblieft zeg. Niet doen! Nee, ja, nu moet ik helpen. Nu doe ik het zelf. Nee, ik heb niet. Nee, het liep even lekker. Het bed ligt voor mij altijd lekker. Ik moet helemaal de andere kant bij gekust te pakken, gezeik. Die hond die denkt, wat een idiote. Maar de grootste idioot ben jij. Want je blaft nog steeds voor al. Ik blaf zelfs voor een stelletje onschuldige zwanen die hier voor in de wijk zitten. We hebben zwanen in de wijk. En die hebben kindjes. Heel leuk. Maar ik kan je vertellen. Dat zijn stelletje moordenaars. Die vader zwaan. Die maakt zich er helemaal bol. Als er iemand eraan zit kan lopen. Moeten maar kinderen zitten. Wij zitten niet aan jouw kinderen. Gans of zwaan. Volgens mij is dat helemaal niet een delicatesse om te eten. Gaat het? Nee, maar kijk. We gaan wel. Dit moet aan de onderkant, hè? Okay. Oh, praat je zoveel omdat de camera draait? Ja, je praat altijd zoveel. Ja, doe nu ze verrast. Ben je nou altijd chagrijnig of is het alleen maar nu omdat je het laat is? Oh, nee, dan ben je ook 's ochtends. Nee hoor. Kom maar, dankjewel. Dat word ik.